We zijn op bezoek bij de ouders van Mirthe in de Achterhoek in Dinxperlo. En we gaan vandaag werken aan een mailtje dat we naar de huiskamers gaan sturen waar we hebben gestaan met een try-out de afgelopen anderhalf jaar. Met de vraag of zij als ambassadeurs van onze voorstelling een beetje reclame willen maken in hun vriendengroep. Zodat de ticketverkoop via die weg ook een beetje geholpen wordt. Okay. Wij zijn nu in Antwerpen. We hebben net een interview gehad voor het Antwerpen. Voor de Gazet van Antwerpen. Gazet van Antwerpen. Voor de cultuurbijlagen. Ja, superleuk. En het was echt een heel leuk interview. Hele goede vragen stelden ze. We waren wel een beetje laat. Classic as. Vanavond spelen we in Westerlo. We spelen deze week nog drie huiskamers. En dan is de try-out tour gedaan. Daadwerkelijk gedaan. Ja. En gisteren hebben we gespeeld in Londerzeel. En dat was heel leuk, want er waren twee vrouwen vooraan, of drie. Alles wat Lander deed was hilarisch. Ik denk dat we de voorstelling hebben gemaakt in ondertussen meer dan 120 huiskamers of zo. Voor ons is het heel fijn om nu te merken dat we er bijna zijn. Dat de voorstelling bijna is waar ze moet zijn. Dat de verkoop goed loopt, dat is ook leuk. De voorpremière is bijna uitverkocht. En we hopen dat de subsidie van de stoppercampagne... Ah, we hebben subsidie gekregen. Ja, dat had je, weet je nog, voor gisteren. Wat is er gebeurd vanmiddag? We hebben subsidie gekregen. Yay! We hebben dus subsidie gekregen. Niet in de vorm van hier heb je geld, doe ermee wat je wil. Maar in de vorm van dat we in Nederland op verschillende borden. In horeca en in theater. Zo van die digitale borden, van die tv-schermen. Dat we daar mogen we een filmpje opnemen van 10 seconden. Zonder geluid. En dat is dan de reclame voor ons. Eigenlijk zichtbaarheid krijgen we. Dus dat is super, super, super fijn. Ja, op meer dan 200 culturele hotspots. Meer dan 200 culturele hotspots in Nederland. Ja, en een heel dat jaar. Is heel fijn, want in België gaat verkoop iets beter dan in Nederland. Ja, een stuk beter. Een stuk beter. Of ja, jawel. We zijn eerlijk in onze vlog. Ja. De Murphol en de Lely of de Grafgeschut hebben de street in de Renault Zoe. I'm very happy right now. Tomorrow we go have to test without the Zoe. Wij zijn onderweg naar Doetinchem. En daar gaan we met een Renault Zoe rijden. We zijn heel benieuwd. We hopen dat het groot genoeg is. Ja, dat vooral. Wel, dat vooral. Ik rij in een Renault Zoe. Is helemaal elektrisch. Stroom. We zijn gewisseld. Mirthe, hoe voelt het? Ja, dat chill. Nu rijden we in een oude Renault Zoe. En in november komt er een nieuwe uit. En die willen we dus proberen te leasen. We denken dat het wel eens groot genoeg zou kunnen zijn om onze decor in een lichtere versie ervan mee te nemen als we in een huiskamer spelen. Onderweg naar de Costa in de Sint-Andrieswijk in Antwerpen, waar wij een try-out gaan spelen. Voor het eerst met een nieuwe technicus die onze technicus gaat vervangen als hij niet kan. We hebben een tijdje niet gefilmd eigenlijk. We hebben 1 november, 2 november, 3 november gespeeld. En we gaan vandaag ook een nieuw nummer oefenen. Ja, we gaan vanavond een nieuw nummer uitproberen op de piano, die voor het eerst mee in de auto ligt. Ooit was er die schilder, die liefde haar gezicht, haar ogen het licht streken, alle talen die hij niet spreken kon. Anderhalf jaar geleden hebben we dus ons decor gemaakt. En toen heb ik eraan gedacht dat we ooit misschien een piano nodig hadden. Dus die past daar perfect in onze witte bak. En wat, dus wat ga je nu dan doen? Ik ga nu de steuntjes maken waarop de piano kan rusten. Hey, Jerry is er. Jerry is er. Jerry is er, hier. Invaltechnicus. Hele lieve meneer. Kijk, Mirthen heeft een boek geschreven. Hij is er heel trots op.
Eerste avond met piano. We beginnen vanavond met een verhaal. Het is een verhaal over een prinses. Oh, haar had moeten schoonen als ik erbij meteen Shakespeare in van mij citeren. Leerling van Socrates. Mag ik nu niet gewoon de loodgieter terugdoen? Ik sterf! Ze zet de deur open, ze springt in zijn arm en zegt: oh, ridder, mijn We hebben net gespeeld. Het is 1:12 en Lander had inspiratie. Hoe ging het vanavond? Het was een leerzame avond. Daarmee sluiten we de dag. Slaap lekker. Het was wel veel volk vanavond, dat is altijd leuk. Ja. Toch? Mirt? Ja. Ik ben hier aan het zetten. Hallo. Hallo. Wij zijn vandaag in Kalmthout. Het zaal Zonnedouw. Zonnedouw. En wij zijn super blij, want er komt vanavond 81 man. En we wisten eigenlijk in eerste instantie zelfs niet dat het een openbare try-out was. Dus we zijn super blij en we zijn echt ongelooflijk dankbaar wat dat er hier deze seizoen is aan het gebeuren. Dat wij zoveel mogen spelen, dat er zoveel mensen naar ons willen komen kijken. En zie nu dat er een hele hoop vrijwilligers gewoon hier een theaterzaal voor ons zijn aan het maken. Dat is echt supercool. Merci. Thank merci. You. Hopelijk tot snel in het theater. Ja. Zal ik eens. Juut. Lab.